Goedenavond, dames en heren. Welkom in de evenementenhal van Hardenberg. En hier is hij, uw ijzersterke presentator, Ron Brandsteder. Dank u hartelijk, goedenavond. En hartelijk welkom, televisiekijkers, ook hier in Hardenberg. We gaan ons bezighouden met de strijd om de titel Sterkste Team ter Wereld 1998. En een schitterend internationaal veld van zeg maar de Cruyffs en de Van Bastens en de Liedmanens van de krachtsport. Die zijn hier vanavond ook aanwezig. En vanavond is dan de avond van de ontknoping. We zijn vorige week zaterdag voor u begonnen. En dit is de inzet, de beker die voor de eerste keer werd weggegeven verleden jaar aan Jouko Ahola. Maar ik ga het klassement met u doornemen van de 10e naar de 1e plaats. En daarmee introduceren we ook de deelnemers. En verwelkomt u ze thuis ook met een hartelijk applaus. Op de 10e plaats, na 4 onderdelen in het klassement, Engeland met Jamie Reeves en Bill Pittuck. Op de negende plaats, de vertegenwoordigers van de Faroe-eilanden, Regin Vágadal en Peter Baltus. Op de 8e plaats uit Noorwegen, Svend Karlsen en Sturla Davidsen. Op de 7e plaats de mannen uit Hongarije, Laszlo Fekete en Tibor Meszanos. Op de 6e plaats uit Duitsland de loodgieter Heinz Ollesch en Martin Muhr. Op de 5e plaats zien wij het tweede team van Nederland. Nederland 2, Gert Gerrits en Jarno Hams. Dan op de 4e plaats, heel erg mooi, zien wij twee broers, twee agrariërs uit Zweden. Magnus Samuelsson en Torbjörn Samuelsson. En dan nu, op de 3e plaats, Zuid-Afrika, Gerrit Badenhorst en Wayne Price. En dan op de 2e plaats, huidige wereldkampioenen Jouko Ahola en Sammy Heinonen uit Finland. Jouko Ahola is ook de sterkste man. Strongest man in the world, 1997. En de nieuwe competitie vindt plaats in Marokko. En dat is later in het jaar, oktober geloof ik. En dan, dames en heren, heel prachtig. We zijn er heel erg trots op, want ze staan met een flink aantal punten verschil bovenaan. Uit Nederland, Wout Zijlstra en Berend Veneberg. Nederland 1. Wout rechts, Berend, sterkste man van Nederland aan de linkerkant. En u zag misschien verleden week Wout Zijlstra. Hij brak het wereldrecord, 25 kilo in de hoogte over de 5,60 meter. Een officieel wereldrecord gebroken bij het sterkste team van de wereld. En dan nu de scheidsrechters. Wout de Jong, Fokko de Jong. Maar de hoofdscheidsrechter is sterkste man van de wereld voor een groot aantal jaren. Uit IJsland, Magnus Ver Magnusson. En je moet inderdaad een beetje geflipt zijn om je te wagen aan dit onderdeel. Want het is een gigantische band van een soort shovel, een soort bulldozer, die even niet gebruikt wordt en die we even konden lenen. We gaan hem straks even wegen. Het is de bedoeling om dat enorme ding 6 keer over de kop te gooien naar het eind hier. En dat moet binnen maximaal 90 seconden gebeuren. Als dat niet gehaald wordt, dan wordt de afstand gemeten. En uiteraard in het andere geval is de tijd beslissend. Heren, zullen we hem eventjes op deze tonnenweegschaal zetten. Die geeft het gewicht aan achter de komma. En het zal geen ton zijn, dat natuurlijk niet. Maar even het knopje indrukken en dan zien wij 0,80. Dat is 800 kilo, dames en heren. 800 kilo, dus dan geeft u een klein beetje een indruk wat de mannen te wachten staat. De bierfusten waar deze Engelse bierbrouwer Bill Pittuck normaal gesproken mee loopt, die zijn een stuk lichter. En dat is een ding dat zeker is. Terwijl de eerste teams zich gereed maken voor de wielflip, vraagt het aanwezig publiek zich af of het Berend en Wout zal lukken om de 1e plaats te handhaven. En of zij met de titel het sterkste team van de wereld naar huis zullen gaan. Hun voorsprong op de nummer 2, de Finne, is op dit moment 5,5 punt. Regin Vágadal vraagt nog even hoeveel keer dit reusachtige wiel omgegooid moet worden. En dan is het tijd voor de Faroe-eilanden. Links in beeld Regin Vágadal en de Hollander Peter Baltus. En rechts Jamie Reeves en Bill Pittuck, het Engelse team. Niet alleen een strijd tegen elkaar, maar ook een strijd tegen de klok. Het gaat bij dit onderdeel om de snelste tijd. Regin Vágadal, de sterkste Viking van 1996. Drievoudig kampioen van zijn eilandengroep, de Faroe-eilanden. En hier de Britten, de routiniers in beeld. Het gaat goed met de Faroe-eilanden. Nog één flip, nog één omwenteling en daar halen ze de finishlijn in de tijd van 32,22 seconden. Dat is hun score. Jamie en Bill lukt het niet. De score voor Engeland is 3 flips en de tijd die dan genoteerd wordt is de maximale tijd voor dit onderdeel, 90 seconden. Noorwegen, Svend Karlsen, de beroepsbodybuilder, en Sturla Davidsen, de nationale kampioen powerlifter. Power genoeg dus in dit team, maar ook hier aan de kant van Hongarije. Tibor Meszanos en Laszlo Fekete, de koning van de Stones of Strength. Vorige week zagen we hem op dat onderdeel schitteren. Maar hoe gaat het met dit onderdeel, de wielvleet? Een reusachtig wiel. Behoorlijk gewicht, we hebben het Ron hoorden zeggen in het begin van het programma. 800 kilogram, en ga daar maar eens aan staan. Enige problemen aan de kant van Hongaar. En het gaat een stuk beter met de Noorden. Met Sven en Sturla. Gaan hier redelijk snel richting de finishlijn. En het wordt een hele mooie snelle tijd voor de Noorden. 6 flips in de tijd van 26,13. Dat betekent dat ze de Faroe-eilanden hebben verslagen. Met de Hongaren zit het niet mee tijdens dit eerste onderdeel van vandaag. Kom op! En zij geven de strijd op. Dat betekent dat de maximale tijd van 90 seconden wordt genoteerd met 5 flips. Zonder 1 omwenteling te weinig, maar wel beter dan Engeland met slechts 3 flips. De 2 jonge Hollanders, Jarno Hams en Gert Gerrits, luisteren nog even naar de laatste aanwijzingen van Magnus Ver Magnusson, de veelvoudig sterkste man van de wereld. Ze nemen het op tegen de Duitsers, Heinz Ollesch en Martin Muhr. Nederland-Duitsland, net voetbal dus, maar dan toch even anders. De strijdkreet van Gert Gerrits. De Duitsers zijn gewaarschuwd. Dit belooft wat. Maar de Duitsers zijn er ook klaar voor. De routiniers. En deze blik van Heinz Ollesch voorspelt ook weer het een en ander. De jonge Hollanders tegen de 2 Duitsers met heel veel ervaring. Heinz Ollesch, een van de bekende gezichten ook bij de sterkste manwedstrijden. En zijn collega dit keer, de sterkste man van Duitsland, Martin Muhr. Het gaat goed. Het gaat goed met Jarno en met Gert. De enorme kracht en spanning is ook af te lezen van de gezichten van de beide Hollanders. En het is gelukt, de jonge Hollanders van het tweede Nederlandse team. Ze verslaan de Duitsers met een mooie tijd van 36,18. En daarmee nemen ze dan nu de tweede plaats in. Leuk, zo'n schouderklopje. Dit was nog eens een ouderwetse Nederland-Duitsland. Ja, daar leek het op, of niet? Nou, was je daardoor extra gemotiveerd, Geit? Het was geen 24. Nee. Jongens, fantastisch, hè? Jullie hebben ze verslagen, tenminste Duitsland. En een hele goede tijd neergezet. Ja, dan lopen we ook weer een puntje op Zuid, hè? Een puntje op Zuid, ja. Daar denk je wel aan, hè? Ja, natuurlijk. Daar heb je toch in je achterhoofd, hè? We zijn hartstikke trots op jullie. Gaat het weer een beetje, Geit? Zeker. Heb je nog iets in petto? Heel veel zelfs nog. Oké. Geit Gerrits, Jarno Hams uit Franshoop. En deze hier komen een heel stuk verder weg. Uit Zweden, Magnus en Torbjörn Samuelsson. Deze reusachtige Zweden aan de ene kant. En wie zien we dan aan de andere kant? Gerrit Badenhorst en Wayne Price uit Zuid-Afrika. Even die concentratie, wacht op dat fruitsignaal. En dan erop af, de Zweden vallen dit reusachtige wiel als eerste aan. Al het gewicht, en dat is heel wat van deze 4 man, wordt aan beide zijden keihard in de strijd geworpen. Zo snel mogelijk deze afstand afleggen. 12 flips zijn er in totaal nodig om de finishlijn te bereiken. Magnus en Torbjörn die wegen bij elkaar 259 kilogram en Gerrit en Wayne 287. Daarmee moet dan dat wiel van 800 kilogram omgegooid worden. Maar de Zweden die doen het heel erg snel. Ze weten zelfs niet van stoppen. Een tijd van 24,69 is de snelste nu. En daar finisht in Zuid-Afrika met 29,62. Congratulations, the two brothers from Sweden. You are doing still better. You happy with the performance? Not really with this one, because we were both at the same. But we were both standing almost on each other. Yeah, it's a lot of technique, eh? And who is then the chief? Who is in charge? When it's going this fast, it's really hard to decide, because I don't have really no time to think. So how was the time, by the way? How was the time? We listened to Wout. 24.69, first time. First time, 24.69. Twee broers, twee agrariërs uit Zweden. En dan is het tijd voor dit huidige sterkste team van de wereld. Daar vinden Jouko Ahola en Sammy Heinonen. De tijd van de Zweden. Zullen ze die kunnen verbeteren of niet? Of misschien lukt het wel onze Nederlandse kanjers Berend Veneberg en Wout Zijlstra. Ze zijn er klaar voor. Ze staan nog altijd op de eerste plaats van het algemeen klassement. Het publiek staat zoals gewoonlijk weer volledig achter onze beide Hollandse kanjers hier in Hardenberg. Aan beide kanten die 800 kilogram weer aangevallen. Het is een kwestie van kracht, van timing, techniek, maar natuurlijk ook van teamwork. Die strijd gaat op dit ogenblik behoorlijk gelijk op. En het spannende is dat ze ook in het algemeen klassement op dit ogenblik 1 en 2 staan. En dan het laatste loodje. De Finnen eindigen een fractie eerder met 24,17. Is dat meteen de snelste tijd. En Nederland neemt nu de derde plaats met 25,18. Mooi, 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 Berend. Prachtig en super spannende. Het ging heel lang gelijk op. En je hebt het niet expres gedaan, hè? Nee, dat kun je niet zeggen. We hadden liever iets eerder willen wezen. Maar ja, al in de game. Ze komen een beetje dichterbij misschien nu, de Finnen. Ben je bang voor ze? Ze zijn knokkers. Je hebt niet eerder gewonnen of laatst onderdeel is geweest. Ben je nog steeds trots op Wout? Zeker. Beter had hij niet kunnen treffen. Okay. We gaan laten Wout altijd eventjes met rust, want die moet altijd even bijkomen. Oh, daar is hij weer. Wout, hoe ging hij voor jou? Niet tevreden. Niet tevreden? Net dat ene klapje was net even iets eerder, hè? Ja. Ze komen nu een beetje dichterbij, maar wat denk je? Zijn jullie vandaag in topvorm? Je hebt ook te maken met de vorm van de dag. Tuurlijk, maar ja, we zijn nu... ja, er zit wel druk op ons natuurlijk. En ik hoop dat dat er nu wat afgaat. En ze mogen 4 keer winnen, dat wij 4 keer tweede worden. Is er niks aan de hand. Oké. Okay. De Finnen zijn vandaag in topvorm en winnen het eerste onderdeel. Gevolgd door Zweden op een tweede plaats, Nederland 1 op een derde. Noorwegen zien we op de 4e plaats, Zuid-Afrika 5e, 6e de Faroe-eilanden en Nederland 2 op een 7e plaats. In het algemeen klassement staan Berend en Wout nog aan kop. Gevolgd door Finland op een 2e, Zweden op de 3e, Zuid-Afrika de 4e en Team Nederland 2 op de 5e plaats. Angsten te lijf en overwonnen. Alleen wat nieuw is bij de sterkste teams is dat we te maken hebben niet met 1 Hercules, maar met 2 Herculessen. En dan gaat u begrijpen dat de sterkte van de keten wordt bepaald door de zwakste schakel. En dan hebben we het over pijnlijden. Erge pijn in de Hercules Hold. En het is geen gewone Hercules Hold, want die is al zwaar. Nee, het is een double Hercules Hold. Jamie Reeves en Bill Pittuck. Ze kunnen punten gebruiken, dit Engelse team. Want ze staan op dit ogenblik op de laatste plaats van het algemeen klassement. 1800 kilogram aan elke kant die er aan je trekt. En dat is heel, heel veel. Dit wordt afzien. Afzien met een hoofdletter A. Dit wordt pijnlijden. En concentreren. Proberen je gevoel uit te schakelen. De laatste aanwijzingen van Magnus Ver Magnusson. Tijd klaar. En daar begint de tijd te lopen. Die strijd hier tegen jezelf, samen met je teamgenoot. En hier is de concentratie af te lezen van de gezichten van de beide teamleden. De menselijke ketting tussen deze twee zware auto's. Wie houdt dat het langste vol? de tijd voor het Engelse team. Of het goed of slecht is, dat zullen we zo meteen zien bij die volgende teams. Zij weten in ieder geval welke tijd ze moeten proberen te verbeteren. De Faroe-eilanden, Regin Vágadal, bijgestaan door man uit Uitgeest, Peter Baltus, de vijfvoudig Nederlands kampioen powerlifter bij de junioren. En Regin, dat weten we, de drievoudig kampioen van de Faroe-eilanden. Zijn beste notering bij die sterkste man van de wereld was een 8e plaats. En dit is ook een zwaar onderdeel. Peter en Regin die een goed gesprek hadden vooraf, maar verder niet hebben kunnen treden. Maar nu gaat het er gewoon om dit gewicht zo lang mogelijk vol te houden. En met een tijd van 19,83 eindigen ze onder Engeland. Faroe Islands and the Netherlands were never as close as today. Eh? No, this is as close as it's gonna be, I think. Was het pijnlijk, Peter? Ja, eigenlijk vanaf seconde 1 doet het al pijn, dit. Meteen vanaf de eerste seconde? Ja, dit is... ik vind het altijd een drama, deze oefening. Ja, dit is niet jouw lievelingsoefening. Nee, maar het is gewoon blind gaan. Even door een hel. Maar ja, wie doet dit wel graag? Misschien Laszlo Fekete en zijn teamgenoot Tibor Meszanos. Zij gaan de eer voor Hongarije hier proberen hoog te houden. Laszlo, de drievoudige sterkste man van Hongarije. En deze man hier in beeld, Tibor. Op één na de sterkste man van Hongarije. Maar wel de Europees kampioen powerlifter. Dus power moet er genoeg zijn, zou je denken. Maar nee, dit is een heel zwaar onderdeel. 6,94. Dat is toch een vrij slechte tijd. Teleurstelling is af te lezen hier van het gezicht van de Hongaren. En dit zijn de Noorden. Sturla Davidsen en Svend Karlsen. En ik ben benieuwd wat Sturla Davidsen van deze double Hercules hold vindt. Laten we even luisteren. Ja, maar dan is het toch weer even. No. Een tijd van 23,13. En ze zijn er toch wel tevreden over. Sven en Sturla from Norway. Did it hurt that much? Yes. Does it help you to shout? Yes, it helps. Don't you lose energy by shouting? No, I think I get more energy by shouting. You get more, like Monica Seles. Yes. But you shout louder. Yes. Happy, Sven? Yeah, it's not too bad. My grip is improving, so I'm happy. Okay, as long as you're happy, we're also happy. Sturla en Sven uit Noorwegen. Team Nederland 2. Presteren hier over het algemeen behoorlijk goed. Jarno Hams, de allround krachtsporter, en Gert Gerrits, de sterkste man van Oost-Nederland. Zij meten de krachten nu met de top van de wereld. Concentratie ook een belangrijke factor. En dan alle gevoel uitschakelen. Gert Gerrits, een popzicht tot een echte professional. Rode lampen van de camera brandt, dus lachen geblazen. En daar moeten zij dan ook even de auto's loslaten. Tijd van 24,82 voor Jarno en Gerrit. En dit zijn de beide routiniers uit Zuid-Afrika. Zij kennen het klappen van de zweep en het gewicht wat aan de armen gaat trekken. Wayne Price en Gerrit Badenhorst. Zij zijn er klaar voor. Net als Magnus. Gerrit Badenhorst, de viervoudig sterkste man van Zuid-Afrika. De nationaal kampioen gewichtheffen en de vice wereldkampioen 1996. In goed gezelschap met Wayne Price, de nummer 5 van de wereld bij de sterkste man. Ja, de tijd voor Zuid-Afrika 15,97. En als de Zweden net zo sterk zijn als dat ze lang zijn, dan willen ze dit onderdeel. Torbjörn hier in beeld, de jongste van de twee gebroeders Samuelsson. En zijn oudere broer Magnus. En er kan er maar één de sterkste zijn van het land. Dat is Magnus. En ja, zijn jongere broer moet nog steeds genoegen nemen met die tweede plaats van Zweden. Ik verwacht veel van deze twee agrariërs. Europees kampioen armworstelen ook, Magnus Samuelsson. Een zeer sterke Zweden en ze doen het hier erg goed. Ze gaan zelfs over de beste tijd van de Engelsen heen, over de tijd van 26,15. Gaat hier door de pijngrens heen. Het ongelooflijk wordt waargemaakt. Maar elk mens kent zijn grenzen. Waar ligt de grens van deze twee Zweden? Een hele mooie tijd, de beste tijd, 42,31. Oh yes, Sweden, fantastic, the two brothers, and how much pain can you stand? When you scream that much, I scream, you don't really feel no pain. And you can see that you're his big brother, because you started screaming, and after a while he started screaming as well. We both need to do some screaming to get fired up, and I think it's, especially when you do as a team, you have to do everything to wake each other up to go for it, because it's not that really comfortable to stand there. No. I think he did a huge time, my brother, this time. Huge time. Because I were just about to sleep as well. Okay, thank you very much. Torbjörn and Magnus Samuelsson at Sweden. De sterke Finnen, dat zijn die favorieten ook op dit onderdeel. Jouko Ahola, de regerend sterkste man van de wereld. Plus titelhouder van het sterkste team van de wereld. Maar dat had hij vorig jaar met Riku Kiri en Sammy Heinonen. Dat is de invaller voor Riku Kiri die geblesseerd is. De aanmoedigingen zijn ook niet van de lucht. Sammy, de junior kampioen bankdrukken. 2 jaar geleden was hij de nummer 2 van Finland. En hier staat hij samen het team met de sterkste man van de wereld van dit moment. Zal het ze lukken om die Zweden te verslaan of niet? ...38,44 en dat is een mooie tweede tijd. Sylvia, die vrouw van Berend, ook weer geconcentreerd. Want dan is het de tijd voor Berend Veneberg en Wout Zijlstra. Het publiek loopt hier helemaal warm. Berend Veneberg, die zich bij die voorbereidingen geblesseerd had en die borstspiertje gescheurd heeft, maar zich heel erg goed heeft gehouden. Zowel die vorige dag, vorige week zaterdag, als ook vandaag weer. Dit zijn van die gevaarlijke onderdelen waarbij je heel diep moet gaan. Onderdelen waarbij ook de blessures in een klein hoekje zitten. De strijd tegen de klok, maar ook de strijd tegen je eigen lichaam. En het publiek komt ervoor van de banken. En wat een tijd, 32,03. Daarmee eindigen Berend Veneberg en Wout Zijlstra bij dit onderdeel op die derde plaats. De gebroeders Samuelsson, zij winnen de Hercules Hall. De Finnen behalen een fraaie tweede plaats. De Engelsen scoorden beide dagen nog niet zo hoog als met deze vierde plaats. En Nederland 2. Hen zien we in de middenmoot op de 5e plaats. De Finnen lopen in het algemeen klassement met 1 punt in op Berend en Wout. Het verschil is nog 2,5 punt, maar Nederland 1 blijft aan kop. De Zweden blijven op een ongewijzigde derde plaats. En dat geldt ook voor die andere landen. Hun plaats blijft in het algemeen klassement ongewijzigd. Het toeval wil dat naast het strijdperk voor de sterkste teams van de wereld... daar bevindt zich een fitnessbeurs voor sport en fitness. Afijn, wat deze jonge dame doet. Nou is het zo dat het volgende onderdeel is de Farmers Walk. Mag ik het even uitleggen aan u? Gaat u maar door. Ik wil u niet uit de concentratie halen. Dat betekent een draagstoel van 150 kilo. Die moet gevuld worden met zeg maar 6 leuke fitnessdames. En daar moet het ongeveer zo'n 500 kilo samen worden. Hoe heet u? Telinda. En hoeveel weegt u? 61 kilo. Ja, dan kan ik u wel erbij hebben. Zou ik u even mogen onderbreken? Ja? Ga je even mee? Dan gaan we even verder zoeken. Het is een beetje rustig op jouw stand. Ja. Kan je wel even gemist worden? Ik denk het wel. Voor een hele leuke opdracht met een paar collega's. Hoe zwaar ben je? 67. Toch wel? Ja. Zou je dat dan misschien uit kunnen trekken? Dan scheelt weer een kilootje. Doe het alweer goed. Jawel. Een hondje mag niet van de reglementen, want die is te licht. Maar volgens mij bent u de reddende engel. Oh ja? Ja, want ik denk dat u zo'n onder de 60 kilo bent u wel. Ja. Hoeveel? 57. Jongens, 57, fantastisch. Kan je even meekomen? Ja, tuurlijk. Hoe heet je? Helga. Helga, we hebben 2 Helga's. Nou, kom maar. Nou, dit is hem dan, die draagstoel waar ik het over had. Ik zou zeggen, neem maar lekker plaats met z'n 6'en. De draagstoel weegt 150 kilo. 6 van deze fitte dames komen ongeveer op 360, denk ik, 370. Dus we gaan wel boven de 500 kilo. Er wordt een rechthoek gelopen in deze Farmers Walk. En dat gebeurt 10 keer, dames. Dus jullie krijgen 10 keer een rondleiding. En dan heb je wel een heel goed idee van deze evenementenhal in Hardenberg. De Farmers Walk. De tijden van de oude Grieken en Romeinen die herleven weer hier in de Hardenberg. Maar dit keer is wel een erg zware draagstoel, 500 kilogram. En wie loopt daarmee de langste afstand? Engeland bijt de spits af. Zijn ze bestand tegen het gewicht van deze 6 Nederlandse dames? Niet echt, 12 meter en 96 centimeter. En zij geven na dit onderdeel de strijd op en trekken zich terug. Het team van Engeland. Timmy, what went wrong? It's just balance. It's not so heavy. But once it starts rocking, it's just very difficult to hold. Is that always the difficulty with lifting weight? This is more difficult because it's like balance. It's like a balancing act too. It's no problem walking with it. Balans, Jamie zegt het al, erg belangrijk bij dit levende gewicht. De Faroe-eilanden Peter Baltus en Regin Vágadal. Zij wandelen met deze dames door de evenementenhal of ze elke dag niet anders gewend zijn. In ieder geval een langere afstand dan Engeland. De draai, ook altijd weer moeilijk. En goed in balans blijven, anders buitelen de dames hier over de vloer. Een afstand van 20 meter en 22 centimeter. Beduidend beter dus dan Engeland. De dames hebben nog steeds alle vertrouwen in deze sterke mannen. Laszlo Fekete en Tibor Meszanos. Oftewel, team Hongarije. En pas op, je niet laten afleiden door al dit vrouwelijk schoon. Maar geconcentreerd blijven en blijven lopen. Een beetje wiebelend was Laszlo hier. 12 meter en 74 centimeter, dat is de afstand voor de Hongaren. En terwijl Gerrit Badenhorst hier voor Boeddha speelt, bereiden de Noorden zich alvast voor op de Farmers Walk. Svend Karlsen en Sturla Davidsen. Ook enigszins wiebelend en dat kan je op een gegeven moment gaan opbreken natuurlijk. Aan kracht ligt niet bij de beide heren. Dat is geen probleem. Beter dan Hongarije, maar niet goed genoeg denk ik met hun 16 meter en 75 centimeter. Gert Gerrits van Team Nederland 2 laat niets aan het toeval over, want de grip is ook erg belangrijk. Het Duitse team is geblesseerd en moet vandaag de strijd overigens staken. Als je get 2 meters penalty if you're not one down. Oké, zo. Omheen, raak je de dingen, valt er om. nu 2 meters terug. Ja. Ja, gaat er 2 meters af, hè? Strafpunt u. 2 meter gaat er vanaf. Wanneer dat ding opvalt, zoals Jan het zo netjes weer uit te drukken. Loslaten zal hij zeker dit doen, Gert Gerrits. Zijn handen zijn goed ingesmeerd met die magnesium. En dan gaan de beide hier wandelen met al het vrouwelijk schoon. De vaart zit er nog niet helemaal in. Gerrit is enigszins geblesseerd ook aan zijn linkerbeen. Die zit goed ingetaped. 8,75 meter. En dan had hij heel wat anders in zijn hoofd. Nou, dat ziet er niet... Nee, dat is niet fijn. Nee. Jarno, wat jammer nou. Nou, hij gleed weg. Gleed weg? Ja, ja, je kunt het zien nu. Was het een kwestie van concentratie? Nee, die was er wel. Nou, dit wordt een soort Ria Bremer-programma, hè? Vinger aan de pols. Jarno, nou niet de moed laten zakken. Nee, 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 we gaan nog voor het laatste onderdeel en dan misschien wel. Waren de meisjes misschien iets te bewegelijk? Nee, misschien is het attractief. Had jij misschien niet beter voorop kunnen lopen? Misschien wel. Oké, volgend jaar voorop jij. Jarno, jee. De dames deden Team Nederland 2 eigenlijk de das om. 6 stuks waren er toch te veel voor Gerrit en Jarno. Maar laten we kijken of de Zuid-Afrikanen wel bestand zijn tegen al dit Hollands vrouwelijk schoon. Wayne en Gerrit hebben flink de vaart erin. Dat is een ding wat zeker is. Gerrit blaast een beetje, Gerrit Badenhorst. Maar nemen we de hoek hier netjes. De hoekvlag wordt niet omgegooid, dus geen strafpunten. 23 meter en 5 centimeter. Een respectabele afstand voor Gerrit Badenhorst en Wayne Price van Zuid-Afrika. En dat is een bekende overwinningsdansje. Concentratie af te lezen van de gezichten van de gebroeders Samuelsson, Magnus en Torbjörn. Die 23 meter en 5 centimeter van de Zuid-Afrikanen, die zit in hun hoofd. Dat is in ieder geval de afstand die ze willen gaan proberen te verbeteren. Je vraagt je ook af hoe ze zich voorbereiden op dergelijke evenementen, dergelijke onderdelen. Dat ziet er allemaal goed uit. Ze zijn over de afstand heen van de Zuid-Afrikanen. En zetten hier 25 meter en 18 centimeter neer. Dat lijkt me een mooie afstand. En dan tijd voor deze sterke Finnen. En ook Berend en Wout. Die moeten zo nog. De start is in ieder geval goed. Een behoorlijke acceleratie voor Jouko en Sammy. Ze nemen deze eerste bocht ook vrij vlot. Tikkeltje aan de wijde kant. Ja, de nodige stuurmanskunst is ook belangrijk, maar hier wordt al de tweede bocht genomen. Wout wordt er een beetje zenuwachtig van zelfs. Ze blijven lopen, deze Finnen. Dat bevalt ze wel, met deze dames. Ongelooflijk afstand van 45,5 meter voor Finland. En probeer dat maar eens te verbeteren. We already knew that Finland is mighty strong, but so strong is fantastic. It was quite easy. Easy? Was it so easy, Sammy? Yes, very easy. Are the Dutch girls heavier than the Finnish girls? Yes. Can you practice this at home? No, no, not this kind of farmer's walk, but normal farmer's walk. Yeah, yeah. And it's moving at the weight. Yeah. On behalf of the Dutch girls, thank you very much, because they had never seen this side of the hall. Thank you. Okay, thank you. Maar niet te vroeg juichen, want Berend Veneberg en Wout Zijlstra moeten nog. En die twee staan ook verzekerde mannetje. Berend Veneberg, onze zevenvoudig Nederlands kampioen powerlifter. De viervoudig sterkste man van Nederland. Hij won de bronzen medaille bij de sterkste man van Europa vorig jaar. Werd 5-3 bij de sterkste man van de wereld. En de wereldrecordhouder op de crucifix. Zijn teamgenoot Wout Zijlstra uit het Friese Volsgeren werd wereldrecordhouder hooggooien met de respectabele hoogte van 5,60 meter. En dat zagen we hier vorige week nog in ons programma. Hij is viervoudig Nederlands kampioen bij de Highland Games. Drievoudig vieze sterkste man van Nederland. En de nummer 4 van Europa van vorig jaar. Een sterk team dus voor Nederland. We wandelen hier vol zelfvertrouwen door deze evenementenhal in Hardenberg. Neem nu de eerste bocht vrij moeiteloos op de tweede bocht af. Maar je zal het lukken om die enorme afstand van de Finnen te evenaren. 45,5 meter. En dat is heel erg veel. Maar ze gaan ervoor. Berend en Wout. En we kennen ze natuurlijk niet anders. Het is hem niet gelukt, maar 34 meter en 25 centimeter is toch een hele mooie afstand. Mooi jongens. Een prachtige tweede plaats. En heel ver gekomen. En ben je ook tevreden? Ja. Kijk, we wisten die Finnen waren ver. En Berend die is niet zijn best onderdeel. Van mij wel weer. Maar we moeten natuurlijk rekenen. Als ik nu kijk, dan gaan ze weer wat inlopen, de Finnen. We zullen dus aanstonds horen wat dit betekent voor het klassement. Maar de vraag die ons nu allemaal bezighoudt is: zijn jullie sterk genoeg op het laatste onderdeel? De power stairs, de trappen omhoog met de gewichten. Ik denk het, ja. We houden nog een anderhalf punt voorsprong. Dus moet gewoon. Strijd is spannender dan ooit, hè? Daarvoor al hartelijk bedankt. Dank je. De Finnen zijn in topvorm vandaag. Dit is het tweede van de 3 onderdelen dat ze hier winnen. Berend en Wout worden die tweede. De vorige onderdelen waren ze derde, dus er zit weer progressie in bij de heren. Zweden wordt derde, maar Team Nederland 2 wordt hier jammer genoeg op 1 na laatste. In het algemeen klassement blijven Berend Veneberg en Wout Zijlstra de koplopers. Maar ze voelen de hete adem van de Finn in hun nek. Het verschil wordt steeds kleiner en is nog maar 1,5 punt. Des te spannender wordt het volgende onderdeel. Power of Stairs. 6 treden omhoog met 3 gewichten. 175 kilo, 225 en 275 kilo. En als je het daar zo ziet staan, denk je, nou, maar dan hebben wij onze lieftallige assistentes, u kent ze nog van de Farmers Walk. Oeh, kom maar. Hebben we bereid gevonden om dat even in beeld te brengen. Dit is alleen het laatste gewicht. Een kilootje suiker, we kennen het allemaal, kan in de boodschappentas bijzonder zwaar zijn. Maar dit zijn 275 kilootjes suiker. Om u een klein ideetje te geven van wat onze mannen allemaal te wachten staat. En het wordt verschrikkelijk spannend, want Nederland staat nog maar 1,5 punt voor op die hele sterke Finnen. En we gaan nu meemaken of ze het redden. Wie wordt het sterkste team van 1998 in de wereld? Het zwaarste onderdeel van vandaag, de Power Stairs. En aan dit onderdeel weten we of Berend en Wout met de wereldtitel naar huis gaan of niet. De Faroe-eilanden, Regin Vágadal, Peter Baltus aan de ene kant, Hongaren, Laszlo Fekete en Tibor Meszanos aan de andere kant. Peter Baltus hier in actie met de 175 kilogram en Tibor Meszanos voor Hongarije. Aan de andere kant van deze Power Stairs gaat behoorlijk gelijk op. Het gewicht moet helemaal netjes op de bovenste tree staan. Dus dat kost nog even wat tijd voor Tibor Meszanos. In verband met de veiligheid mag je elkaar niet helpen. En mag je teamgenoot pas naar boven toe als je die ander volledig van de trap af is. Heel belangrijk de veiligheid bij dit gevaarlijke, zware onderdeel. Tibor Meszanos hier aan het worstelen met het laatste zwaarste gewicht van 275 kilogram. Buitelt daar weer terug. En wat doet deze Hollander het goed? Peter Baltus, 275 kilogram bovenaan. Schitterende prestatie. 48,68 voor die Faroe-eilanden. Dat dankzij Peter Baltus. Felicitaties van je partner Regin Vágadal. Congratulations Regin. Fantastisch, Peter. Zeg maar, je bent de vijfde Hollander in deze competitie. En je hebt het geflikt. En vooral die laatste was het zeer zwaar, hè? Ja, 295 kilo. 3 karretjes vol met kilo's suiker. Ben je blij dat het erop zit? Heel blij. Nou, het is goed gegaan. We moesten heel veel slaan natuurlijk. Want hun staan gelijk met ons, dus we hebben een goede plaats. Namens de eilanden, hartelijk bedankt. Peter Baltus. En wat Peter Baltus wel lukte, lukt de Hongaren hier niet. Nu 275 kilogram, dat is toch net even te zwaar. Thank you very much. En dan tijd voor je team Nederland 2, Gert Gerrits en Jarno Hams. Met aan de andere kant de Noorden. Svend Karlsen en Sturla Davidsen. Sturla Davidsen is als eerste hier in actie met 175 kilogram. Dat gaan we behoorlijk snel af, maar kijk, Gert Gerrits heeft ook lekker de vaart erin en is net even een fractie hier, de balvliet. Maar dit is niet alleen de strijd tegen de Noorden, maar zeker ook de strijd tegen de klok. Hier, teamgenoot aantikken en dat is het moment waarop hij naar boven mag leren. Niet in verband met de veiligheid. Jarno Hams. Het gaat goed met team Nederland 2. Maar hoe lang nog? Aan deze dames zal het niet liggen. Die moedigen ze weer uit volle borst aan. Gerrits aan het worstelen. Met de Noorden gaat het behoorlijk goed. Die 275 kilogram, die doet Gert Gerrits net even de das om. En wie weet helpt die ijselijke kreet Jarno Hams. Een lelijke blessure daar aan zijn hand. En dat lukte beide teams niet om dit onderdeel te voltooien. Gert, kan ik nog even met je praten? Zeker. Het was net eventjes te zwaar, geloof ik, hè? Ik ben iets te klein weer, hè? Ja, lange weg heb je voordeel. En je bent al een keer naar boven geweest met die 175. En dan moet je nog een keer die 275. Ja, maar dat wordt een beetje zo. Maar je bent een coming man. En je, ik bedoel, je zit er nog aan te komen. Dames en heren, welkom in de evenementenhal van Hardenberg. En hier is hij, uw ijzersterke presentator, Ron Brandsteder. Dank u, hartelijk goedenavond. En hartelijk welkom, televisiekijkers, ook hier in Hardenberg. We gaan ons bezighouden met de strijd om de titel Sterkste Team ter Wereld 1998. En een schitterend internationaal veld van zeg maar de Cruyffs en de Van Bastens en de Liedmanens van de krachtsport, die zijn hier vanavond ook aanwezig. En vanavond is dan de avond van de ontknoping. We zijn vorige week zaterdag voor u begonnen. En dit is de inzet. De beker die voor de eerste keer werd weggegeven verleden jaar aan Jouko Ahola. Maar ik ga het klassement met u doornemen van de 10e naar de 1e plaats. En daarmee introduceren we ook de deelnemers. En verwelkomt u ze thuis ook met een hartelijk applaus. Op de 10e plaats, na 4 onderdelen in het klassement, Engeland met Jamie Reeves en Bill Pittuck. Op de 9e plaats, de vertegenwoordigers van de Faroe-eilanden, Regin Vágadal en Peter Baltus. Op de 8e plaats, uit Noorwegen, Svend Karlsen en Sturla Davidsen. Op de 7e plaats de mannen uit Hongarije, Laszlo Fekete en Tibor Meszanos. Op de 6e plaats uit Duitsland de loodgieter Heinz Ollesch en Martin Muhr. Op de 5e plaats zien wij het tweede team van Nederland. Nederland 2, Gert Gerrits en Jarno Hams. Dan op de 4e plaats, heel erg mooi, zien wij twee broers, twee agrariërs uit Zweden. Magnus Samuelsson en Torbjörn Samuelsson. En dan nu, op de 3e plaats, Zuid-Afrika, Gerrit Badenhorst en Wayne Price. En dan op de 2e plaats huidige wereldkampioenen Jouko Ahola en Sammy Heinonen uit Finland. Jouko Ahola is ook de sterkste man, strongest man in the world, 1997. En de nieuwe competitie vindt plaats in Marokko. En dat is later in het jaar, oktober geloof ik. En dan, dames en heren, heel prachtig. We zijn er heel erg trots op, want ze staan met een flink aantal punten verschil bovenaan. Uit Nederland, Wout Zijlstra en Berend Veneberg. Nederland 1. Wout rechts, Berend, sterkste man van Nederland. Aan de linkerkant. En u zag misschien verleden week Wout Zijlstra. Hij brak het wereldrecord. 25 kilo in de hoogte over de 5,60 meter. Een officieel wereldrecord gebroken bij het sterkste team van de wereld. En nu de scheidsrechters. Wout de Jong, Fokko de Jong. Maar de hoofdscheidsrechter is sterkste man van de wereld voor een groot aantal jaren. Uit IJsland, Magnus Ver Magnusson. En je moet inderdaad een beetje geflipt zijn om je te wagen aan dit onderdeel. Want het is een gigantische band van een soort shovel, een soort bulldozer, die even niet gebruikt wordt en die we even konden lenen. We gaan hem straks even wegen. Het is de bedoeling om dat enorme ding 6 keer over de kop te gooien naar het eind hier. En dat moet binnen maximaal 90 seconden gebeuren. Als dat niet gehaald wordt, dan wordt de afstand gemeten. En uiteraard in het andere geval is de tijd beslissend. Heren, zullen we hem eventjes op deze tonnenweegschaal zetten? Die geeft het gewicht aan achter de komma. En het zal geen ton zijn, dat natuurlijk niet. Maar even het knopje indrukken en dan zien wij 0,80. Dat is 800 kilo, dames en heren. 800 kilo. Dus dan geeft u een klein beetje een indruk wat de mannen te wachten staat. De bierfusten waar deze Engelse bierbrouwer Bill Pittuck normaal gesproken mee loopt, die zijn een stuk lichter. En dat is een ding dat zeker is. Terwijl de eerste teams zich gereed maken voor de wielflip, vraagt het aanwezig publiek zich af of het Berend en Wout zal lukken om de eerste plaats te handhaven en of zij met de titel het sterkste team van de wereld naar huis zullen gaan. Hun voorsprong op de nummer 2, de Finne, is op dit moment 5,5 punt. Regin Vágadal vraagt nog even hoeveel keer dit reusachtige wiel omgegooid moet worden. En dan is het tijd voor de Faroe-eilanden, links in beeld Regin Vágadal en de Hollander Peter Baltus. En rechts Jamie Reeves en Bill Pittuck, het Engelse team. Niet alleen een strijd tegen elkaar, maar ook een strijd tegen de klok. Het gaat bij dit onderdeel om de snelste tijd. Regin Vágadal, de sterkste Viking van 1996. Drievoudig kampioen van zijn eilandengroep, de Faroe-eilanden. En hier de Britten, de routiniers in beeld. Het gaat goed met de Faroe-eilanden. Nog 1 flip, nog 1 omwenteling en daar halen ze de finishlijn in de tijd van 32,22 seconden. Dat is hun score. Jamie en Bill lukt het niet. De score voor Engeland is 3 flips en de tijd die dan genoteerd wordt is de maximale tijd voor dit onderdeel, 90 seconden. Noorwegen, Svend Karlsen, de beroepsbodybuilder en Sturla Davidsen, de nationale kampioen powerlifter. Power genoeg dus in dit team, maar ook hier aan de kant van Hongarije, Tibor Meszanos. En Laszlo Fekete, de koning van de Stones of Strength. Vorige week zagen we hem op dat onderdeel schitteren. Maar hoe gaat het met dit onderdeel, de wielflip? Een reusachtig wiel, behoorlijk gewicht. We hebben het Ron hoorden zeggen in het begin van het programma. 800 kilogram en ga daar maar eens aan staan. Enige problemen aan de kant van Hongaar en het gaat een stuk beter met de Noorden. Met Sven en Sturla gaan hier redelijk snel richting de finishlijn. En het wordt een hele mooie snelle tijd voor de Noorden. 6 flips in de tijd van 26,13. Dat betekent dat ze de Faro-eilanden hebben verslagen. Met de Hongaren zit het niet mee tijdens dit eerste onderdeel van vandaag. Kom op! En zij geven de strijd op. Dat betekent dat de maximale tijd van 90 seconden wordt genoteerd met 5 flips. Zonder 1 omwenteling te weinig, maar wel beter dan Engeland met slechts 3 flips. De 2 jonge Hollanders, Jarno Hams en Gert Gerrits, luisteren nog even naar de laatste aanwijzingen van Magnus Ver Magnusson. De veelvoudig sterkste man van de wereld. Ze nemen het op tegen de Duitsers, Heinz Ollesch en Martin Muhr. Nederland-Duitsland, net voetbal dus, maar dan toch even anders. De strijdkreet van Gert Gerrits. De Duitsers zijn gewaarschuwd. Dit belooft wat. Maar de Duitsers zijn er ook klaar voor. De routiniers. En deze blik van Heinz Ollesch voorspelt ook weer het een en ander. De jonge Hollanders tegen de twee Duitsers met heel veel ervaring. Heinz Ollesch, een van de bekende gezichten ook bij die sterkste manwedstrijden. En zijn collega dit keer, de sterkste man van Duitsland, Martin Muhr. Het gaat goed. Het gaat goed met Jarno en met Gert. De enorme kracht en spanning is ook af te lezen van de gezichten van de beide Hollanders. En het is gelukt. De jonge Hollanders van het tweede Nederlandse team. Ze verslaan de Duitsers met een mooie tijd van 36,18. En daarmee nemen ze dan nu de tweede plaats in. Leuk, zo'n schouderklopje. Dit was nog eens een ouderwetse Nederland-Duitsland. Ja, daar leek het op, of niet? Nou, was je daardoor extra gemotiveerd, Geit? Het was geen 24. Nee. Jongens, fantastisch, hè? Jullie hebben ze verslagen, tenminste Duitsland. En een hele goede tijd neergezet. Ja, dan lopen we ook weer een puntje op Zuid, hè? Een puntje op Zuid, ja. Daar denk je wel aan, hè? Ja, tuurlijk. Daar heb je toch in je achterhoofd, hè? We zijn hartstikke trots op jullie. Gaat het weer een beetje, Geit? Zeker. Heb je nog iets in petto? Heel veel zelfs nog. Oké. Geit Gerrits, Jarno Hams uit Franshoop. En deze hier komen een heel stuk verder weg. Uit Zweden, Magnus en Torbjörn Samuelsson. Deze reusachtige Zweden aan de ene kant. En wie zien we dan aan de andere kant? Gerrit Badenhorst en Wayne Price uit Zuid-Afrika. Even die concentratie, wacht op dat fruitsignaal. En dan erop af, de Zweden vallen dit reusachtige wiel als eerste aan. Al het gewicht, en dat is heel wat van deze vier man, wordt aan beide zijden keihard in de strijd geworpen. Zo snel mogelijk deze afstand afleggen. 12 flips zijn er in totaal nodig om de finishlijn te bereiken. Magnus en Torbjörn die wegen bij elkaar 259 kilogram en Gerrit en Ween 287. Daarmee moet dan dat wiel van 800 kilogram omgegooid worden. Maar de Zweden die doen het heel erg snel. Zweden zelfs niet van stoppen. Een tijd van 24,69 is de snelste nu. En daar finisht dus Zuid-Afrika met 29,62. Congratulations! The two brothers from Sweden, you are doing still better. You're happy with the performance? Not really with this one, because we were both at the same... But we were both standing almost on each other. Yeah, it's a lot of technique, eh? And who is then the chief? Who is in charge? When it's going this fast, it's really hard to decide, because I don't have really no time to think. So how was the time, by the way? How was the time? We listen to Wout. Sweden, 24.69, first time. First time, 24.69. Twee broers, twee agrariërs uit Zweden. En dan is het tijd voor dit huidige sterkste team van de wereld. Daar vinden Jouko Ahola en Sammy Heinonen. De tijd van de Zweden. Zullen ze die kunnen verbeteren of niet? Of misschien lukt het wel onze Nederlandse kanjers Berend Veneberg en Wout Zijlstra. Ze zijn er klaar voor. Ze staan nog altijd op de eerste plaats van het algemeen klassement. Het publiek staat zoals gewoonlijk weer volledig achter onze beide Hollandse kanjers hier in Hardenberg. Aan beide kanten die 800 kilogram weer aangevallen. Het is een kwestie van kracht, van timing, techniek Maar natuurlijk ook van Teamburg. Die strijd gaat op dit ogenblik behoorlijk gelijk op. En het spannende is dat ze ook in het algemeen klassement op dit ogenblik 1 en 2 staan. En dan het laatste loodje. De Finnen eindigen een fractie eerder met 24,17. Is dat meteen de snelste tijd. En Nederland neemt nu de derde plaats met 25,18. Mooi, 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 Berend. Prachtig en super spannende. Het ging heel lang gelijk op. En je hebt het niet expres gedaan, hè? Nee, dat kun je niet zeggen. We hadden liever iets eerder willen wezen. Maar ja, al in de game. Ze komen een beetje dichterbij misschien nu, de Finnen. Ben je bang voor ze? Ze zijn knokkers. Je hebt niet eerder gewonnen of het laatste onderdeel is geweest. Ben je nog steeds trots op Wout? Zeker. Beter had ik niet kunnen treffen. Okay. We gaan laten Wout altijd eventjes met rust, want die moet altijd even bijkomen. Oh, daar is hij weer. Wout, hoe ging hij voor jou? Niet tevreden. Niet tevreden. Net dat ene klapje was net even iets eerder, hè? Ja. Ze komen nu een beetje dichterbij, maar wat denk je? Zijn jullie vandaag in topvorm? Je hebt ook te maken met de vorm van de dag. Tuurlijk, maar ja, we zijn nu... ja, er zit wel druk op ons natuurlijk. En ik hoop dat het er nu wat afgaat. En ze mogen 4 keer winnen, dat wij 4 keer tweede worden. Is er niks aan de hand. Oké. Okay. De Finnen zijn vandaag in topvorm en winnen het eerste onderdeel. Gevolgd door Zweden op een tweede plaats, Nederland 1 op een derde. Noorwegen zien we op de 4e plaats, Zuid-Afrika 15, 6e de Faroe-eilanden en Nederland 2 op een 7e plaats. In het algemeen klassement staan Berend en Wout nog aan kop. Gevolgd door Finland op een 2e, Zweden op de 3e, Zuid-Afrika de 4e en Team Nederland 2 op de 5e plaats. Angsten te lijf en overwonnen. Alleen wat nieuw is bij de sterkste teams is dat we te maken hebben niet met 1 Hercules, maar met 2 Herculessen. En dan gaat u begrijpen dat de sterkte van de keten wordt bepaald door de zwakste schakel. En dan hebben we het over pijnlijden. Erge pijn in de Hercules Hold. En het is geen gewone Hercules Hold, want die is al zwaar. Nee, het is een double Hercules Hold. Jamie Reeves en Bill Pittuck. Ze kunnen punten gebruiken, dit Engelse team. Want ze staan op dit ogenblik op de laatste plaats van het algemeen klassement. 1800 kilogram aan elke kant die er aan je trekt. En dat is heel, heel veel. Dit wordt afzien. Afzien met een hoofdletter A. Dit wordt pijnlijden. En concentreren. Proberen je gevoel uit te schakelen. De laatste aanwijzingen van Magnus Ver Magnusson. Tijd klaar. En daar begint de tijd te lopen. Die strijd hier tegen jezelf, samen met je teamgenoot. En hier is de concentratie af te lezen van de gezichten van de beide teamleden. De menselijke ketting tussen deze 2 zware auto's. Wie houdt dat het langste vol? 26,15 de tijd voor het Engelse team. Of het goed of slecht is, dat zullen we zo meteen zien bij de volgende teams. Zij weten in ieder geval welke tijd ze moeten proberen te verbeteren. De Faroe-eilanden, Regin Vágadal, bijgestaan door de man uit Uitgeest, Peter Baltus, de 5-voudig Nederlands kampioen powerlifter bij de junioren. En Regin, dat weten we, de 3-voudig kampioen van de Faroe-eilanden. Zijn beste notering bij de sterkste man van de wereld was een 8e plaats. En dit is ook een zwaar onderdeel. Peter en Regin die een goed gesprek hadden vooraf, maar verder niet hebben kunnen treden. Maar nu gaat het er gewoon om dit gewicht zo lang mogelijk vol te houden. En met een tijd van 19,83 eindigen ze onder Engeland. Faroe Islands and the Netherlands were never as close as today. No, this is as close as it's gonna be, I think. Was het pijnlijk, Peter? Ja, eigenlijk vanaf seconde 1 doet het al pijn, dit. Meteen vanaf de eerste seconde? Ja, dit is... ik vind dit altijd een drama, deze oefening. Ja, dit is niet jouw lievelingsoefening. Nee, maar het is gewoon blind gaan. Even door een hel. Maar ja, wie doet dit wel graag? Misschien Laszlo Fekete en zijn teamgenoot Tibor Meszanos. Zij gaan de eer voor Hongarije hier proberen hoog te houden. Laszlo, De drievoudige sterkste man van Hongarije. En deze man hier in beeld, Tibor. Op één na de sterkste man van Hongarije. Maar wel de Europees kampioen powerliften. Dus power moet er genoeg zijn, zou je denken. Maar nee, dit is een heel zwaar onderdeel. 6,94. Dat is toch een vrij slechte tijd. Teleurstelling is af te lezen hier van het gezicht van de Hongaren. En dit zijn de Noorden. Sturla Davidsen en Svend Karlsen. En ik ben benieuwd wat Sturla Davidsen van deze double Hercules hold vindt. Laten we even luisteren. Ja, maar dan is het toch weer even. No. Een tijd van 23,13. En ze zijn er toch wel tevreden over. Sven and Sturla from Norway. Did it hurt that much? Yes. Does it help you to shout? Yes, it helps. Don't you lose energy by shouting? No, I think I get more energy by shouting. You get more, like Monica Seles. Yes. But you shout louder. Yes. Happy, Sven? Yeah, it's not too bad. My grip is improving, so I'm happy. Okay, as long as you are happy, we're also happy. Sturla en Sven uit Noorwegen. Team Nederland 2. Presteren hier over het algemeen behoorlijk goed. Jarno Hams, de allround krachtsporter, en Gert Gerrits, de sterkste man van Oost-Nederland. Zij meten de krachten nu met de top van de wereld. Concentratie ook een belangrijke factor. En dan alle gevoel uitschakelen. Gert Gerrits, een popzicht tot een echte professional. Rode lampen van de camera brandt, dus lachen geblazen. Daar moeten zij dan ook even de auto's loslaten. Tijd van 24,82 voor Jarno en Gerrit. En dit zijn de beide routiniers uit Zuid-Afrika. Zij kennen het klappen van de zweep en het gewicht wat aan de armen gaat trekken. Wayne Price en Gerrit Badenhorst. Zij zijn er klaar voor. Dat is Magnus. Gerrit Badenhorst, de viervoudig sterkste man van Zuid-Afrika. De nationaal kampioen gewichtheffen en de vice-wereldkampioen 1996. In goed gezelschap met Wayne Price, de nummer 5 van de wereld bij die sterkste man. Ja, de tijd voor Zuid-Afrika 15,97. En als de Zweden net zo sterk zijn als dat ze lang zijn, dan willen ze dit onderdeel. Torbjörn hier in beeld, de jongste van de twee gebroeders Samuelsson. En zijn oudere broer Magnus. En er kan er maar één de sterkste zijn van het land. Dat is Magnus. En ja, zijn jongere broer moet nog steeds genoegen nemen met de tweede plaats van Zweden. Ik verwacht veel van deze twee agrariërs. Europees kampioen armborstel ook, Magnus Samuelsson. Een zeer sterke Zweden en ze doen het hier erg goed. Ze gaan zelfs over de beste tijd van de Engelsen heen, over de tijd van 26,15. Gaat hier door de pijngrens heen. Het ongelooflijk wordt waargemaakt. Maar elk mens kent zijn grens en waar ligt de grens van deze twee Zweden? Een hele mooie tijd, de beste tijd, 42,31. Oh yes, Sweden, fantastic, the two brothers, and how much pain can you stand? When you scream that much, I scream, you don't really feel no pain. And you can see that you're his big brother. Because you started screaming, and after a while he started screaming as well. We both need to do some screaming to get fired up, and I think it's, especially when you do as a team, it's, you have to do everything to wake each other up to go for it, because it's not that really comfortable to stand there. No. I think he did a huge time, my brother, this time, huge time, because I were just about to sleep as well. Okay, thank you very much. Torbjörn and Magnus Samuelsson at Sweden. De sterke Finnen, dat zijn die favorieten ook op dit onderdeel. Jouko Ahola, de regerend sterkste man van de wereld. Plus titelhouder van het sterkste team van de wereld. Maar dat had hij vorig jaar met Riku Kiri en Sammy Heinonen. Dat is de invaller voor Riku Kiri die geblesseerd is. De aanmoedigingen zijn ook niet van de lucht. Sammy, de junior kampioen bankdrukken. 2 jaar geleden was hij de nummer 2 van Finland. En hier staat hij samen in het team met de sterkste man van de wereld van dit moment. Zal het gelukken om de Zweden te verslaan of niet? ...38,44 en dat is een mooie tweede tijd. Sylvia, die vrouw van Berend, ook weer geconcentreerd. Want dan is het de tijd voor Berend Veneberg en Wout Zijlstra. Het publiek loopt hier helemaal warm. Berend Veneberg, die zich bij die voorbereidingen geblesseerd had en die borstspiertje gescheurd heeft, maar zich heel erg goed heeft gehouden. Zowel die vorige dag, vorige week zaterdag, als ook vandaag weer. Dit zijn van die gevaarlijke onderdelen waarbij je heel diep moet gaan. Onderdelen waarbij ook de blessures in een klein hoekje zitten. De strijd tegen de klok, maar ook de strijd tegen je eigen lichaam. En het publiek komt er voor je van de banken. En wat een tijd, 32,03. Daarmee eindigen Berend Veneberg en Wout Zijlstra bij dit onderdeel op die derde plaats. De gebroeders Samuelsson, zij winnen de Hercules Hall. De Finnen behalen een fraaie tweede plaats. De Engelsen scoorden beide dagen nog niet zo hoog als met deze vierde plaats. En Nederland 2. Hen zien we in de middenmoot op de 5e plaats. De Finnen lopen in het algemeen klassement met 1 punt in op Berend en Wout. Het verschil is nog 2,5 punt, maar Nederland 1 blijft aan kop. De Zweden blijven op een ongewijzigde 3e plaats. En dat geldt ook voor die andere landen. Hun plaats blijft in het algemeen klassement ongewijzigd. Het toeval wil dat naast het strijdperk voor de sterkste teams van de wereld... daar bevindt zich een fitnessbeurs voor sport en fitness. Afijn, wat deze jonge dame doet. Nou is het zo dat het volgende onderdeel is de Farmers Walk. Mag ik het even uitleggen aan u? Gaat u maar door. Wil u niet uit uw concentratie halen. Dat betekent een draagstoel van 150 kilo. Die moet gevuld worden met zeg maar 6 leuke fitnessdames. En daar moet het ongeveer zo'n 500 kilo samen worden. Hoe heet u? Telinda. En hoeveel weegt u? 61 kilo. Ja, dan kan ik u wel erbij hebben. Zou ik u even mogen onderbreken? Ja? Ga je even mee? Dan gaan we even verder zoeken. Het is een beetje rustig op jouw stand. Ja. Kan je wel even gemist worden? Ik denk het wel. Voor een hele leuke opdracht met een paar collega's. Hoe zwaar ben je? 67. Toch wel? Ja. Zou je dat dan misschien uit kunnen trekken? Dan scheelt weer een kilootje. Doe het alweer goed. Jawel. Een hondje mag niet van de reglementen, want die is te licht. Maar volgens mij bent u de reddende engel. Oh ja? Ja, want ik denk dat u zo'n onder de 60 kilo bent u wel. Ja. Hoeveel? 57. Jongens, 57, fantastisch. Kan je even meekomen? Ja, tuurlijk. Hoe heet je? Helga. Helga, we hebben 2 Helga's. Nou, kom maar. Nou, dit is hem dan, die draagstoel waar ik het over had. Ik zou zeggen, neem maar lekker plaats met z'n 6'en. De draagstoel weegt 150 kilo. 6 van deze fitte dames komen ongeveer op 360, denk ik, 370. Dus we gaan wel boven de 500 kilo. Er wordt een rechthoek gelopen in deze Farmers Walk. En dat gebeurt 10 keer, dames. Dus jullie krijgen 10 keer een rondleiding. En dan heb je wel een heel goed idee van deze evenementenhal in Hardenberg. De Farmers Walk. De tijden van de oude Grieken en Romeinen die herleven weer hier in de Hardenberg. Maar dit keer is wel een erg zware draagstoel, 500 kilogram. En wie loopt daarmee de langste afstand? Engeland bijt de spits af. Zijn ze bestand tegen het gewicht van deze 6 Nederlandse dames? Niet echt. 12 meter en 96 centimeter. En zij geven na dit onderdeel de strijd op en trekken zich terug. Het team van Engeland. Jamie, what went wrong? It's just balance. It's not so heavy. But once it starts rocking, it's just very difficult to hold. Is that always the difficulty with lifting weight? This is more difficult because it's like balance. It's like a balancing act too. It's no problem walking with it. Balans, Jamie zegt het al, erg belangrijk bij dit levende gewicht. De Faroe-eilanden Peter Baltus en Regin Vágadal. Zij wandelen met deze dames door de evenementenhal of ze elke dag niet anders gewend zijn. In ieder geval een langere afstand dan Engeland. De draai, ook al een keer moeilijk. En goed in balans blijven. Anders buitelen de dames hier over de vloer. Een afstand van 20 meter en 22 centimeter. Beduidend beter dus dan Engeland. De dames hebben nog steeds alle vertrouwen in deze sterke mannen. Laszlo Fekete en Tibor Meszanos. Oftewel, team Hongarije. En pas op, je niet laten afleiden door al dit vrouwelijk schoon. Maar geconcentreerd blijven en blijven lopen. Een beetje wiebelend Laszlo hier. 12 meter en 74 centimeter, dat is de afstand voor de Hongaren. En terwijl Gerrit Badenhorst hier voor Boeddha speelt, bereiden de Noorden zich alvast voor op de Farmers Walk. Svend Karlsen en Sturla Davidsen. Ook enigszins wiebelend en dat kan je op een gegeven moment gaan opbreken natuurlijk. Aan kracht ligt niet bij de beide heren. Dat is geen probleem. Beter dan Hongarije, maar niet goed genoeg denk ik met hun 16 meter en 75 centimeter. Gert Gerrits van Team Nederland 2 laat niets aan het toeval over, want de grip is ook erg belangrijk. Het Duitse team is geblesseerd en moet vandaag de strijd overigens staken. Als je get a 2 meters penalty if you're not one down. Oké, dan loop omheen, raak je de ding aan, valt er om. Nu 2 meters terug. Ja. Ja, gaat er 2 meters af, hè? Strafpunt u. 2 meter gaat er vanaf. Wanneer dat ding opvalt, zoals jij het zo netjes weer uit te drukken. Loslaten zou hij zeker dit doen, Gert Gerrits. Zijn handen zijn goed ingesmeerd met die magnesium. En dan gaan de beide hier wandelen met al het vrouwelijk schoon. De vaart zit er nog niet helemaal in. Gerrit is enigszins geblesseerd ook aan zijn linkerbeen. Die zit goed ingetaped. 8 meter en 75 centimeter. En dan had hij heel wat anders in zijn hoofd. Nou, dat ziet er niet... Nee, dat is niet fijn. Nou. Jarno, wat jammer nou. Nou, hij gleed weg. Gleed weg? Ja, ja, je kunt het zien nu. Was het een kwestie van concentratie? Nee, die was er wel. Nou, dit wordt een soort Ria Bremer-programma, hè? Vinger aan de pols. Jarno, nou niet de moed laten zakken. Nee, 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 we gaan nog voor het laatste onderdeel en dan misschien wel. Waren de meisjes misschien iets te bewegelijk? Nee, misschien is het attractief. Had jij misschien niet beter voorop kunnen lopen? Misschien wel. Oké, volgend jaar voorop jij. Jarno, ah jee. de dames deden Team Nederland 2 eigenlijk de das om. 6 stuks, maar dat doe je toch te veel voor je Gerrit en Jarno. Maar laten we kijken of die Zuid-Afrikanen wel bestand zijn tegen al dit Hollands vrouwelijk schoon. Wayne en Gerrit hebben flink de vaart erin. Dat is een ding wat zeker is. Gerrit blaast een beetje, Gerrit Badenhorst. Maar nemen de hoek hier netjes. De hoekvlag wordt niet omgegooid, dus geen strafpunten. 23 meter en 5 centimeter. Een respectabele afstand voor Gerrit Badenhorst en Wayne Price van Zuid-Afrika. En dat is een bekende overwinningsdansje. Concentratie af te lezen van de gezichten van de gebroeders Samuelsson, Magnus en Torbjörn. Die 23 meter en 5 centimeter van de Zuid-Afrikanen, die zit in hun hoofd. Dat is in ieder geval de afstand die ze willen gaan proberen te verbeteren. Je vraagt je ook af hoe ze zich voorbereiden op dergelijke evenementen, op dergelijke onderdelen. Dat ziet er allemaal goed uit. Ze zijn over de afstand heen van de Zuid-Afrikanen. En zetten hier 25 meter en 18 centimeter neer. Dat lijkt me een nu mooie afstand. En dan tijd voor deze sterke Finnen. Nou, Berend en Wout. Die moeten zo nog. Nu start in ieder geval goed. Een behoorlijke acceleratie voor Jouko en Sammy. Ze nemen deze eerste bocht ook vrij vlot. Tikkeltje aan de wijde kant. Ja, de nodige stuurmanskunst is ook belangrijk, maar hier wordt al de tweede bocht genomen. Wout wordt er een beetje zenuwachtig van zelfs. Ze blijven lopen, deze Finnen. Het bevalt ze wel, met deze dames. Ongelooflijk afstand van 45,5 meter voor Finland. En probeer dat maar eens te verbeteren. We already knew that Finland is mighty strong, but so strong is fantastic. It was quite easy. Easy? Was it so easy, Sammy? Yes, very easy. Are the Dutch girls heavier than the Finnish girls? Yes. Can you practice this at home? No, not this kind of farmer's walk, but normal farmer's walk. Yeah. And it's moving at the weight. Yeah. On behalf of the Dutch girls, thank you very much, because they had never seen this side of the hall. Thank you. Okay, thank you. Maar niet te vroeg juichen, want Berend Veneberg en Wout Zijlstra moeten nog. En die twee staan ook zeker de mannetje. Berend Veneberg, onze zevenvoudig Nederlands kampioen powerlifter. De viervoudig sterkste man van Nederland. Hij won de bronzen medaille bij de sterkste man van Europa vorig jaar. Werd vijfde bij de sterkste man van de wereld. En de wereldrecordhouder op de crucifix. Zijn teamgenoot Wout Zijlstra uit het Friese Volksgeren werd wereldrecordhouder hooggooien met de respectabele hoogte van 5,60 meter. En dat zagen we hier vorige week nog in ons programma. Hij is viervoudig Nederlands kampioen bij de Highland Games. Drievoudig Friese sterkste man van Nederland. En de nummer 4 van Europa van vorig jaar. Een sterk team dus voor Nederland. Wandelen hier vol zelfvertrouwen door deze evenementenhal in Hardenberg. Neem nu de eerste bocht vrij moeiteloos op de tweede bocht af. Maar zal het lukken om die enorme afstand van de Finnen te evenaren. 45,5 meter. En dat is heel erg veel. Maar ze gaan ervoor. Berend en Wout. En we kennen ze natuurlijk niet anders. Het is hem niet gelukt, maar 34 meter en 25 centimeter is toch een hele mooie afstand. Mooi jongens, een prachtige tweede plaats. en heel ver gekomen. En ben je ook tevreden? Ja, kijk, we wisten die Finnen waren ver. En Berend die is niet zijn best onderdeel. Van mij wel weer. Maar we moeten natuurlijk rekenen. Als ik nu kijk, dan gaan ze weer wat inlopen, de Finnen. We zullen aanstonds horen wat dit betekent voor het klassement. Maar de vraag die ons nu allemaal bezighoudt is... zijn jullie sterk genoeg op het laatste onderdeel? De power stairs, de trappen omhoog met de gewichten. Ik denk het, ja. We houden nog een anderhalve punt voorsprong. Dus moet gewoon. Strijd is spannender dan ooit, hè? Daarvoor al hartelijk bedankt. Dank je. De Finnen zijn in topvorm vandaag. Dit is het tweede van de drie onderdelen dat ze hier winnen. Berend en Wout worden die tweede. De vorige onderdelen waren ze derde, dus er zit weer progressie in bij de heren. Zweden wordt derde, maar Team Nederland 2 wordt hier jammer genoeg op één na laatste. In het algemeen klassement blijven Berend Veneberg en Wout Zijlstra de koplopers. Maar ze voelen de hete adem van de Finn in de nek. Het verschil wordt steeds kleiner en is nog maar anderhalve punt. Des te spannender wordt het volgende onderdeel. Power of Stairs. 6 treden omhoog met 3 gewichten. 175 kilo, 225 en 275 kilo. En als je het daar zo ziet staan, denk je... nou, maar dan hebben wij onze lieftallige assistentes, u kent ze nog van de Farmers Walk. Kom maar. Hebben we bereid gevonden om dat even in beeld te brengen. Dit is alleen het laatste gewicht. Een kilootje suiker, we kennen het allemaal, kan in de boodschappentas bijzonder zwaar zijn. Maar dit zijn 275 kilootjes suiker. Om u een klein ideetje te geven van wat onze mannen allemaal te wachten staat. En het wordt verschrikkelijk spannend, want Nederland staat nog maar anderhalve punt voor op die hele sterke Finnen. En we gaan nu meemaken of ze het redden. Wie wordt het sterkste team van 1998 in de wereld? Het zwaarste onderdeel van vandaag, de Power Stairs. En aan dit onderdeel weten we of Berend en Wout met de wereldtitel naar huis gaan of niet. De Faroe-eilanden, Regin Vágadal, Peter Baltus aan de ene kant, Hongaren, Laszlo Fekete en Tibor Meszanos aan de andere kant, Peter Baltus. Hier in actie met de 175 kilogram en Tibor Meszanos voor Hongarije. Aan de andere kant van deze powerstairs gaat behoorlijk gelijk op. Het gewicht moet helemaal netjes op de bovenste tray staan. Dus dat kost nog even wat tijd voor Tibor Meszanos. In verband met de veiligheid mag je elkaar niet helpen. En mag je teamgenoot pas naar boven toe als je die ander volledig van de trap af is. Heel belangrijk de veiligheid bij dit gevaarlijke, zware onderdeel. Tibor Meszanos hier aan het worstelen met het laatste, zwaarste gewicht van 275 kilogram. Buitelt daar weer terug. En wat doet deze Hollander het goed? Peter Baltus, 275 kilogram bovenaan, schitterende prestatie. 48,68 voor die Faroe-eilanden. Dat dankzij Peter Baltus. Felicitaties van je partner Regin Vágadal. Congratulations Regin. Fantastisch Peter. Zeg maar, je bent de 5e Hollander in deze competitie. En je hebt het geflikt. En vooral die laatste was het zeer zwaar, hè? Ja, 295 kilo. 3 karretjes vol met kilo's suiker. Ben je blij dat het erop zit? Heel blij. Nou, het is goed gegaan. We moesten heel verslaan natuurlijk. Want u staat gelijk met ons, dus we hebben een goede plaats. Namens de eilanden, hartelijk bedankt. Peter Baltus. En wat Peter Baltus wel lukte, lukt de Hongaren hier niet. Nu 275 kilogram, dat is toch net even te zwaar. Thank you very much. En dan tijd voor Team Nederland 2, Gert Gerrits en Jarno Hams. Met aan de andere kant de Noorden. Svend Karlsen en Sturla Davidsen. Sturla Davidsen is als eerste hier in actie met 175 kilogram. dat gaat hem hoorde ik snel af. Maar kijk, Gert Gerrits heeft ook lekker de vaart erin en is net even een fractie hier de boven. Maar dit is niet alleen de strijd tegen de woorden, maar zeker ook de strijd tegen de klok. Hier, teamgenoten aantekenen en dat is het moment waarop hij naar boven mag leren. Niet in verband met de veiligheid. Jarno Hams. Het gaat goed met team Nederland 2. Maar hoe lang nog? Aan deze dames zal het niet liggen. Die moedigen ze weer uit volle borst aan. Gerrits aan het worstelen. Met de Noordi gaat het behoorlijk goed. Die 275 kilogram, die doet Gert Gerrits net even de das om. En wie weet helpt die ijselijke kreet Jarno Hams. Een ledenkeer blessure daar aan zijn hand. En dat lukte beide teams niet om dit onderdeel te voltooien. Gert, kan ik nog even met je praten? Zeker. Het was net eventjes te zwaar, geloof ik, hè? Ik ben daar iets te klein voor, hè? Ja, lange meegenomen op je voordeel. En je bent al een keer naar boven geweest met die 175 en dan moet je nog een keer die 275. Ja, maar dat werd een beetje zo. Maar je bent een coming man. Huh? En je, ik bedoel, je zit er nog aan te komen. Je